Mijn functie in de garage is gewoon dus onderhoud en herstelling van voertuigen. Komt er nog bij, als er pannen zijn op de basis, dan moeten we op deponage gaan. Herstelling doen dan op deponage. Je travaille aux engins d'intervention piste, pompiers et tout ce qui est autour de l'avion. Donc les scoffs qui tirent les avions, le spexta, les gros engins. Dus als je binnenkomt in de garage, dan moet je eigenlijk een basiscursus doen van techniek. Dat is in Doornik, dat is een x-aantal weken. Als je dan terugkomt, dan ben je eigenlijk klaar om te sleutelen. Maar door de evolutie van de voertuigen is het wel raadzaam voor cursussen te volgen. Dus gelijk, ik heb er verschillende gedaan voor LAV, de nieuwe Jeeps. Ik heb toen voor de Unimog de camions gedaan. Dus je blijft eigenlijk wel constant bezig. C'est pas nécessaire d'avoir des connaissances pour rentrer. Donc j'avais aucune connaissance de mécanique. Moi j'ai fait mes unités générales, donc en maths, sciences, langues. Donc je me suis dit, pourquoi pas entrer à l'armée. Donc j'ai eu une bonne formation, on était une bonne classe, une bonne bande. Et, ce qui est important, c'est l'équipe. Travailler tout seul, c'est pas bien. Faut s'entraider. Dus er worden heel veel oefeningen gedaan in het buitenland. Dus Spanje, Portugal, Noorwegen, dus noem maar op, Polen. De materiaal die moet naar daar gebracht worden, dat is via de baan. En er is altijd een techniek mee voor als er pannen zijn voor die op te lossen. Dat is wel heel positief. De zetkoek is weg. J'ai fait Kandar en 2011. Donc c'était tout ce qui était véhicule. Et alors mécanique vélo. Parce que là-bas, le moyen de locomotion principal, c'est le vélo. Et alors tous les véhicules, donc les scoffs qui tiraient les avions, il y avait la balayeuse de piste, il y avait les élévateurs, tout ce qui est mécanique. Als je wilt gaan sporten, kunt je gaan sporten. We hebben ongeveer 3 uur per week dat we kunnen gaan sporten. Ik zeg, het is niet monotoom. Je zit met één voertuig, je zit met verschillende. Dus je kunt samenwerken met de anderen. Dus het is niet echt stress. Nee, het is gewoon een goed tempo.